Rob Fruithof. Dag allemaal. Hartelijk wakkoe wakkoe. Oh. Is het bijzonder of niet? Hi. Dit is Kenia. En hij komt ook uit Kenia. Deze kolos weegt 2000 kilogram. Kom maar. En het zal toch op je tenen gaan staan? Hè? Kom maar. Zo. Nou, misschien heb ik nog wat lekkers voor je. Het is een Afrikaanse olifant. En er zijn 7 verschillen met de... Ja, kop hoog, kop hoog, kop hoog. Wil je eerst iets lekkers? Daar krijg je eerst iets lekkers. Hier. Hop. Hey. Er zijn 7 verschillen met de Indische olifant. 2 zal ik ervan noemen. Dat zijn de oren. Kijk. De Afrikaanse olifant heeft veel grotere oren. Ga eens naar achteren. Ga eens naar achteren. Kom. Hop. Naar achteren. Kom maar. Kom maar. Kom maar. En het andere verschil met de Indische olifant is dat de Indische olifant die heeft 2 bulten op de kop. En jij hebt er maar 1. Ja. Nou, hier. Kom eens even naar achteren. Je ziet dat die oren en ook de poten, die zijn nu ingesmeerd met babyolie. Want daar zitten bij de olifant zijn zwakke plekken. Dat moet je dus onderhouden. Deze is 14 jaar oud, is net volwassen. Kom, hier, krijg nog wat lekkers. Ho, 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 ho. Het is toch maar fijn dat deze dieren nog steeds in zo'n grote getale in het wild voortkomen. Nou, dat was Kenia. Een enorme kanje. En we hebben nog 4 enorme kanjers. En die zitten daar. Dat is Ben Kramer. Astrid Engels. En Danny de Munk. En tenslotte Marga van Praag. Hallo, dag allemaal. Hallo. Ben, ik heb nog 1 suikerklontje over. Dankjewel. Hey, leuk dat je er bent. Dankjewel. Waar speel je voor? Ik speel voor de dierenambulance in Baren en omstreken. Mensen doen goede dingen. Ik dacht, kom, ja, vorige keer heb ik gespeeld voor het Wereld Natuurfonds, een tijdje geleden alweer. Nu iets dichter bij huis houden in Baren, dus. Ja, Baren, jij woont toch in die buurt? Ja, daar woon ik. Vandaar. Ja. Heel veel succes, Ben. Dankjewel. Dag Astrid. Dag op. Hi, ook hartelijk welkom. Ja. Okay. Leuk dat je er weer bent. Vorige keer ging het wel goed, geloof ik, hè? Ja, toen hebben we gewonnen. Ja, dat bedoel ik. Voor de paarden. Voor de paarden. Doe je het weer voor de paarden? Ja, ik heb weer iets paardigs uitgezocht. Ik ga spelen voor Zwengeltje. En Zwengeltje, ja. Een paar maanden geleden heeft er in de kranten een groot foto gestaan van pony die gevallen was. En ik zal even voorlezen als het mag. Ja, ja, kijk aan. 18-jarige doodzieke huurpony Zwengeltje is het slachtoffer geworden van pure geldzucht. Het dier, dat leidt aan chronisch ontstoken gewrichten, tuimelde volkomen uitgeput om bij een ritje. Toen was ik al in tranen. Hij is inmiddels liefdevol opgevangen door medewerkers van de Haagse dierenambulance. En daar staat hij, daar heb ik gebeld. Nog één keer de naam, hoor je dat? De Haagse dierenambulance. De Haagse dierenambulance voor Zwengeltje de pony. Oké, succes. Hi Danny. Hallo. Ook welkom. Ja. En ook jouw dierendoel, ben ik ontzettend benieuwd naar. Nou, Stichting Opvang Ezels, en het sluit eigenlijk een beetje aan op Astrid. Oh. Omdat. Hoe bedoel je dat? Heel fijn dit. Haar doel. Jullie kunnen wel een beetje met elkaar overweg. Nee, maar het gaat inderdaad om verwaarloosde en dakloze ezels. Die opnieuw, dat is zoals de stichting natuurlijk voor in de Beemster, voor een nieuw huis. Ja, ja, prima. De ezels. De ezels. Pony ezels. Ja, gaat goed, gaat goed. Marga. Ja. Tot slot. Hi. Hi. Ook welkom. Goed, dieren, daar gaat het om. Waar speel je voor? Nou, het Nationaal Park de Biesbos, dat was vroeger waren dat er 2, dat was toen nog geen Nationaal Park. Dan had je de Hollandse Biesbos en de Brabantse Biesbos. Ja. Daar hebben ze bevers uitgezet. En dat vind ik zo verschrikkelijk leuk om die bevers zoals dat vroeger was in Nederland weer terug te krijgen. Ja. We hebben daar ooit eens een reportage voor gemaakt met het Jeugdjournaal. En daarna ben ik dat altijd zo leuk blijven vinden dat ik heel graag wil dat het een succes wordt. Dus ten eerste moeten mensen altijd naar de Biesbos gaan, want het is zo prachtig mooi, ja, nu ja, het ja, een nationaal park is geworden, helemaal. En het ziet er schitterend uit, maar die bevers, die moeten dus terug in Nederland. En ga jij voor zorgen, hopen we althans, voor jou, hè, met 2000 gulden, als hier de nodige aapjes komen. Maar ja, dat wil Danny ook en Astrid ook en Ben ook, en gelijk hebben ze. Allemaal heel veel succes, succes ook. We gaan snel van start. Een beetje, ja, toch wel een beetje, mag ik wel zeggen, gedeformeerde krab is Wietse Naaktega. Bij hem zit niet tussen de oren, maar aan de poten.
Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Wietse Naaktegra. Het is waar, het moet gezegd, iedereen heeft het tegenwoordig moeilijk. Het probleem mijn familie is dat wij naakt zijn en daar zit ik mee. Verder, een normale krab heeft 4 paar looppoten en 1 paar scharen. Wacht, ik zal het u even laten zien. Wietse heeft natuurlijk maar 3 paar poten en 2 paar korte kromme rotpootjes. Knudden. Nou ben ik geen somberaar en heb een prima oplossing voor mijn probleem. Mag u 1 keer aan. Wat doet Wietse met zijn korte pootjes? Hij doet er iets heel ingenieus mee. Dat kan ik jullie verklappen. Maar waar gebruikt onze vriend Wietse Naaktega die kromme rotpootjes nou voor? Dat is de eerste vraag. Wil jullie dat groot, zoals bekend, op het papier schrijven? Waar gebruikt hij die pootjes voor? Dat is een moeilijke. Ja, dat is een moeilijke. Ze zullen ongetwijfeld aan het grinnik van de heren dames. Zullen ongetwijfeld originele antwoorden uit de bus rollen. Ik begin bij Ben ingraven. Ja. Waarom graaft hij zich in, Ben? Ja, zou ik niet weten, maar ik denk. Het leek je wel een leuk beeld. Ja, zo ingraven, ja. Ik gok maar. Ingraven. Gelijk, maar bij die van haar vind ik erg leuk hoor. Dan ga ik nu even kijken. Ja. Die van haar, die van Astrid. Wat staat er? Om zich op te krikken. Om zich op te krikken. Dat vind ik inderdaad erg leuk. Maar waarom zou hij zich op moeten krikken, Astrid? Nou ja, misschien als hij eens op een stukje ongelijk iets loopt. En dan is er een rotswandje en dan zit er wat. En dat wil hij dan pakken en dan kan hij met die andere pootjes het niet bij. En dan gooit hij die uit en dan kan het wat makkelijker. Juist. Ik heb maar wat gedaan. Om zich op te krikken. Misschien als er aan de onderkant wat aan hem gesleuteld moet worden. Bijvoorbeeld. In plaats van op de brug heeft, krikt hij zichzelf op met die kromme rotpootjes. Danny? Ja, dan moet ik even zelf weer kijken. Om zich vast te zetten als hij eet. Dat had ik ook alweer geschreven. Ja. Om zich vast. Nou, ja, inderdaad. Natuurlijk de zee, dat woelt heen en weer. En dat is een soort vorm van vastgraven, zich vastzetten. Ja. Om zich vast te zetten. En het eten is dan eigenlijk een. Het hoeft niet per se eten te zijn, natuurlijk. Maar het mag wel. Maar het mag wel, goed. Maar het vastzetten, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, vastzetten, morgen. Maar niet. Als een jeuk heeft zich te krabben. Ja, als de jeuk zich te krabben. Nou. Grapje. Ja, als het goed is. Dan weet ik niet. Zullen wij die Wietse Naaktega gaan wat jeukpoeder over zijn rugje strooien? Dan kunnen we meteen kijken of hij zich dan met die kromme rotbroodjes gaat krabben. Of dat hij zich misschien gaat ingraven. Of gaat hij zich wel opkrikken. Of zet hij zich vast als hij gaat eten. Misschien wel alles tegelijk. We laten het nu zien. Kijk, dames en heren. Als een naaktega zich weer eens knudden voelt, dan hijst hij een lege schelp op zijn rug. Ziezo. En daar gebruiken wij die stomme pootjes voor. Oeps, oepla. Ik zal het nog een keer demonstreren. Oeps, oepla. Dit is, wil ik maar zeggen, van de nood een deugd maken. Handig, hè? Dan zien de dames mij weer helemaal zitten. Zo. Was Wietse ook weer eens op televisie. Met dat lachen. Te krikken. Dus ingraven. Dus heb ik. Zeg Ben Kramer. Ja. Dus opkrikken. Zeg Astrid Engels. Ja. Ja, misschien ook wel eten en krabben. Ja. Helaas. Helaas. Hij krikt het op om zich daarin te graven. Ja. En zich daarna lekker te gaan krabben als hij gegeten heeft. Ja. Ja, nee, maar zo kan ik het ook. Helaas, gooi het maar weg. De eerste ronde zullen we gewoon vergeten. Komt geen enkel aapje te staan. En dat is natuurlijk jammer. Jullie kunnen je revancheren. Want ik neem aan dat. Nou, na 6 jaar wakku, mag ik toch aannemen dat je onderhand wel iets weet over de hyena? Natuurlijk. Natuurlijk. Nou, dat zullen we dan eens even testen, Ben. De hyena jonkies, hè, de pasgeboren jongen, zijn die al net als de ouders gevlekt? Ja. Nee, de pasgeboren jongen zijn donker van kleur en krijgen pas later de lichte spikkelvacht van hun moeder. Ja, Ben, dit was een vraag, ja. Oh, sorry. Helaas. Ik ja, ik ga meteen weer flitsend erin. Heeft een hyena manen? Manen. Ja. Ja. Goed. Ja, de hyena heeft manen. Het ziet eruit als een toepetje van gebleekt okselhaar. Ja, het ziet er wat vreemd flossig uit, maar het is wel degelijk haar. Goed, Astrid. Danny. Houdt de hyena bij het lopen zijn staart omhoog? Nee. Dat is een gok hoor, dat is een gok. Staart omhoog.
Een hyena loopt voortdurend met zijn staart tussen zijn poten. Ja, het ziet er wat raar uit, maar... Ik doe ook altijd als een gejager. Hoor. Toch wel. Ja. Marga, laatst is voor jou. Heeft de hyena een vaste verblijfplaats? Ja. Dit is een vraagteken of een antwoord. Ja. Ja. Ja, hyena's hebben een hol als vaste verblijfplaats. Ja, was goed. Nou, ja. Dat gaat al heel leuk, hè? Het vriest wel ja. Laten we nader kennis maken met deze mysterieuze dieren. Er zijn van die dagen dat de zon al moe opkomt. De savanne ziet er dan ontevreden uit. Het is mistig en klam en alle hyena's slaan hun kop hangen. Ach, Geurt, zo jong en nu al zo neerslachtig. Je hebt het wel vaker dat iedereen tegelijk in een crisis zit. De puberteit, de overgang, midlife. Of is er gewoon een onweer op komst? Deze kleine is bijna te lamlendig om bij zijn moeder te gaan drinken. Moeder zelf is geveld door een dijk van een depressie. Een deel van de groep is toch nog op jacht geweest. Zo te zien zijn ze daar ook niet vrolijker van geworden. De schamele buit bestaat uit een geweitje. Daar zullen ze thuis blij mee zijn. De leider kan het ook niet helpen dat de jacht niet meer heeft opgeleverd dan een paar horens waar geen vezel vlees meer aan zit. Hij roept de troep bij elkaar en ze besluiten het misvangsel te offeren aan de geest van het moeras. Verjaagt de jongeling uit uw midden en alles zal opklaren. De leider bedankt de poelgeest voor de goede raad en neemt het offer weer mee. Ja, hij kan thuis toch niet met lege handen aankomen, even reëel blijven. Nou, luister eens, wil je mij niet op aan? Ik hou er allemaal niet bij, hoor. Dat moet de leiding doen. Kom op, dan moet het de vrouw. Net op mijn woorden. Het is hard, maar dit lot treft iedere jonge hyena-man. Op een gegeven moment word je uit de groep gezet. Dan is het zaak je lot in eigen hand te nemen. Wat moet je doen? Je maag rammelt. Wat doen we dan? Een zebra vangen. Goed, daar staat een zebra. Erop af. Wonderjoe, wat een kansloze onderneming is dit. Wat je in zo'n geval nodig hebt, is een partner, een compagnon, een maatje. Hé, hey, daar is nog een eenzame hyena. Met enige omzichtigheid komt het inderdaad tot een kennismaking. Het zijn allebei jonge mannetjes. Hé, hey, jij, wat ben jij er voor een? Ik ben van huis gestuurd. Ik ook. Laat me eens even aan je ruiken. Ben jij ergens speciaals naar op weg? Ik? Nee, gewoon. Heb jij trouwens al wat kunnen vangen? Nee, moeilijk hè, je eentje. Als we nou eens sam-sam doen. Samen? Ja. We kunnen het proberen. En zo gaan ze op pad. Misschien vormen ze straks een nieuwe clan. Hoe dan ook, de prairie ziet er al een stuk rooskleuriger uit voor die twee. Dat is maar goed ook, want sommige mensen vinden het niet al te leuke dieren, maar ze zijn wel heel nuttig, want ze ruimen alles op. Even kijken, de hyena. Willen jullie hem tekenen en dan van opzij? En dan gaat het niet, en dan gaat het niet om het vlekkenpatroon, het gaat puur alleen om de vorm. Dus de vorm van de hyena van opzij gezien. Nee, dit is... Het is te erg om te laten zien, gewoon. Ik kan op een map klompen. Kijk al mee. Ik begin bij Astrid. Astrid. Nou, dat is een duidelijke hyena. Wat is het verschil voor jou? Je hebt er iets bij geschreven. Lang. Dat het achterlijf loopt naar achteren. Ja. En wat ik toevallig weet van hyena's, is dat ze geen uiterlijke geslachtskenmerken hebben.
Dus je kan zoeken wat je wil, maar vind de homa. Ik begrijp uit jouw tekening dat de voorpoten langer zijn dan de achterpoten. Ja. Met het gevolg daarvan heeft hij die rare bouw dat naar beneden lopende. Goed. Ik heb een beetje een vierkante kop, want dat hebben ze ook wel een beetje. Ja, ik kan helemaal niet tekenen. Uit zijn krachtig gegroeide muis is dit. Anders had ik wel een ander vak gaan kiezen. Ja, dat staartje ook vreemd. Nou, zeg het maar. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, nee, het is duidelijk. Het is gewoon vier poten en is een gedrocht met vlekken. Ja. Ja, ik bedoel, en een vierkante kop en een zwarte neus. Ik weet het niet hoor. Het is een ezel. Jongens, kijk dit nou toch weer. Nee, ik heb het. Dit is een lachende hyena. Ziet hij er daarom zo raar uit ook bij jou? Dat hij maar zo weinig mag paren. Dat heeft meer te maken dat ik liever praat dan teken. Ja, oh. Maar nou, vertel er maar wat je bedoelt. Beschrijf hem dan maar. Nou, zijn staart zit tussen zijn benen, want dat heb ik net begrepen. Ja. En ik kan niet in perspectief tekenen. Ja. Dus hierachter moet je ze voor achterpoten zien. Ja, die zijn er zo. Ja. En ze zijn heel gestroomlijnd. Beetje worstvormig. Nou, tekkelachtig. Maar ze kunnen heel hard lopen. Hij heeft de windtunneltest gedaan. Ja, ja. Behalve die oren, dat houdt een beetje tegen. Ja, die heeft hij plat langs zijn hoofd, maar ik wist niet hoe je dat moest tekenen. Oké, het is helder. We gaan naar Ben. Jawel hoor, die tekent hem met schoenen aan. Waarom ook niet? Moet allemaal kunnen. Dit is een hyena op klompen. Ja, maar ik ben dus zo goed te tekenen. Alleen, misschien kan ik niet bij. Ik denk dat het gaat om het feit dat hij ons laat tekenen. Ja. Dat hij dus, zoals een vliegtuig op de startbaan staat, die omhoog gaat, zo. Schuin omhoog. Met andere woorden, voorpootjes lang en achterpootjes. Dat zie ik in jouw tekening. Ja. Oké. Met klompen. Had Astrid ook. Met klompen, ja, laten we daar maar niet. Doe ze allemaal maar weer weg, die tekening. Ik heb het wel gezien hoor. Die arme hyena, hij ziet er van zichzelf al zo erg uit, maar wat zij ervan maken, we gaan kijken. Hoe ziet die hyena er van opzij uit? Hyena's hebben een scheve rug. Dat komt doordat hun achterpoten kort en hun voorpoten lang zijn. Tadaa! Voilà! Ben met klomp of zonder klomp, maakt niet uit. Hallo, ja, die van jou heb ik gezien, ja. Ja, nee. Dat heeft toch voor mij dezelfde lengte, die pootjes. Nee, sorry. Alleen Astrid en Ben hadden dat volledig goed ook in de uitleg. Wij gaan maar snel door naar de makaken. Want, ik weet niet of jullie het weten, maar makaken eten dus echt bijna alles. En zelfs rauwe eieren. Nou, is er een probleem. Want van die rauwe eieren houden ze alleen maar van de dooier. Ja, is dat eigenlijk wel een probleem? Apen zijn niet kieskeurig als het om eten gaat. Wij vinden ui best lekker, gesnipperd door de sla of gebakken bij een Duitse biefstuk. Maar de makaken spelen er eerst een partijtje jeu de boule mee. Om de ui daarna te pellen alsof het een exotische verrassing is. Vreemd genoeg hoeft hij er niet eens bij te huilen. Hoe reageert een makaak op citroenen die zo zuur zijn dat je maag ervan in brand vliegt en je tanden uit je mond springen? Eerst maakt hij de vrucht handwarm, waardoor een citroen al helemaal niet hard is. Nu zou het toch zijn ogen uit hun kassen moeten springen. Of het zuur uit zijn neus komen, maar nee hoor, er gebeurt niks. Hij peuzelt de citrusvrucht op uit het vuistje zonder een spier te vertrekken. Deze Japanse pruimen zijn zo scherp dat je er een ijzeren slokdarm voor moet hebben. Geen tussendoortje voor een dierentuinbewoner, zou je zeggen. Deze makaak echter doet alsof het toverballen zijn. Hij likt eraan, zuigt erop en kijkt naar de kleur. Zelf begint hij al een beetje rood aan te lopen. Rauwe bonen gaan erin als borrelnootjes. Ach nou ja, over smaak valt niet te twisten. Maar als iets nou eens naar niets smaakt, zoals deze homp tofu. Nee, daar bedankt hij voor. Ook een gedroogd visje wordt niet juichend ontvangen. Mist de makaak een kerrysaus, een glaasje met wijn? Zo 1, 2, 3 door de keel is uitgesloten. Octopus dan. Ja, verwerkt in een Spaanse paella met saffraan en knoflook. Of gefrituurd in Italiaanse calamares à la romana. Lekker knapperig met een schijfje citroen. Maar een makaak zet zijn tanden nooit of te nimmer zomaar in de tengel van een rauwe inktvis. Een hardgekookt ei, is dat naar de zin? Moet natuurlijk eerst gepeld worden.
eiwit weg en dan genieten van die droge gele doder. Nu een leuke test met rauwe eieren. Maar dat is moeilijk eten. Zeker als je wel van geel en niet van wit houdt. Als dat het geval is, moet je dat namelijk van elkaar gaan scheiden. Dat geel en dat wit. En ze willen alleen maar die dooier. Ja, jullie krijgen van Miranda een bakje. Oh. Het is vreubeltijd. Dank je. Bakje met daar een rauw ei in. Servetje erbij tegen het knoeien. En het scharrelei. Absoluut. Scharrel. Ja, staat er heel groot op. Scharrel. Scharrel ei. Want de vraag luidt, hoe komen ze bij die dooier? Ja, ik ga beginnen bij Danny. Danny, je hebt een ei, je mag doen wat je wil. Verplaats je even in de gedachten van de makaak. Hij wil dus het geel van het wit scheiden, want hij wil alleen het geel opeten, die dooier. Hoe komt die bij die dooier? Doe het even voor. Nou, ik denk, je mag klimmen wat voor, je wil. Ja, maar als ik het voordoe, dan wordt het één. Dan moet ik voor mijn hele mensen even uitkijken. Ik denk dat hij hem dus gewoon stuk knijpt. Ga je zo? Sowieso. Weet je zeker? Ja hoor. Ik ken niet stuk. Nee, want het is een hard gekookt. Oh ja. Ik heb het gezegd. Nou, krijg je het dan? Sorry Astrid. Sorry Astrid. Ik zou wel praten. Ja hoor, ik zou zo recht is jouw beurt. Daar zit Danny de Munk. Nee. Ik zou het op zijn hoofd gewoon zo. Huh? Ja. Nee, maar Danny, het verhaal is. Moet je bijna op zijn? En nu Danny? Nou, goed. En ja, dan als volgt. Ja, ik denk dat hij het gewoon. Dat kan je niet namelijk niet onderscheiden. Dus het wordt gewoon. Wat het wordt één. Een grote mengsel. Dus hij slurft het gewoon op. Een grote in het kledenboel. Ja, dus je kan dit niet. Helder verhaal, Astrid was er ook erg blij mee. We gaan naar Marga van Praag. Ik zoek even dekking. Marga, doe het even voor. Zou die het niet gewoon net zo doen als een mens? Hoe doet de mens het? Koken? Nou, gewoon zo, hè? Dus ja, ga je maar. Zo, tegen een kantje. Hij heeft toch niet zo'n bakje? Nee. Ja, maar hij kan toch op een steentje doen? Of gewoon... Hij kan op een steentje. Op de grond. Zo? Ja, wat doet hij dan? Pelt hij dat eruit? Ja, netjes pelt. En dan laat hij dat eruit lopen. Wat laat hij dan eruit lopen? Het wit. Het wit, ja. Dat gebruikt hij later. Ja, vele uren later. Spoel maar door, spoel maar door. Vele uren later. Een maand later. Hoe? Mag we dat nog even in close-up? Ja. Zo? Oh, lekker. Of hij kan het ook, als hij dat heeft gescheiden, maar ik weet niet hoeveel hij met zijn kookles is, dan kan hij het hier zo kennis. Wacht even, dit toch even zo, hè? Dan heeft hij dat er zo uit en maakt dus een gaatje erin. En dan doet hij daar apart, legt hij het geel neer. Pak een rietje en dan... Zo zou ik het doen. Als ik hem was, zou ik het zo doen. Kijk, daar komt hij. Ja. Allee. En het is goed, zeg. Het is gescheiden. Ja, voor koken heb ik wel goed met jullie van tekenen. Dat merk ik, ja. Dat eier. Nou, ik kom zo bij jou, als ik ben heel benieuwd wat jij goed bent. Ja. Ga je gang, ga je te buiten. Je neemt het ei. Dekker. Je knijpt het dus kapot. Nee, ik ben het helemaal met Marga eens, dus ik hoef het niet voor te doen. Gaatje? Toch? Ja, je moet dat hetzelfde wat zij dus deed. Ja, dus op de grond, rand heeft hij niet. Die rand heeft hij niet, dus je krijgt dit effect krijg je dus. Ja. Zo, en dan laat hij er zo uitlopen. Zo. Ja, oké, al dat wit weg. Al het wit zo weg. En dan komt het geel. En dan komt het geel en dat slurpt hij zo op. Jam, jam, jam. Astrid, je ziet er nog ravissant uit. Waar wil je hem hebben? Ik zit toch al onder, maar maakt niet uit. Ik denk ook dat hij een steen pakt of zo. Die hebben we dus nu niet bij de hand. Gebruik zijn hoofd. Of Danny's kop nemen. Wat? Van mijn man. Gewoon wel met een andere aap zijn hoofd. Dus hij krijgt hem dan open met een steentje of iets anders of zoals nu. Ja, maar en dan gaat hij daar met zijn vingertje in roeren en slurpt vervolgens die handel eruit. Gaat goed, hè? Fantastisch. Met mij gaat alles goed. Geen hoofdpijn? Tuurlijk. Nee. We brengen het in rekening. Van het ei. Van de makaak. Heel leuk. We gaan kijken of het nou leuker kan bijna niet. Of de makaak er zelf ook zoiets spannends op heeft verzonnen. Laat me zien. Men stelen een ei. Zo begint ieder apenkookboek. Maar dan? Je kunt het ei natuurlijk openbijten, wat hier vakkundig wordt gedemonstreerd. Vervolgens gieten men het eiwit voorzichtig af, pellen men langzaam verder en men slubberen het geel smakelijk op.
Zo'n advocaatje danst op je tong. Lekker zeg. Maar het kan ook anders. Om te voorkomen dat het ei wegspringt, drukken men het stevig op de grond. Rollen het om en om, totdat een krakkelig geluid verraadt dat de eierschil het heeft begeven. Dan wordt de struif met de tong gescheiden in welwillend geel en gebroken wit. Het geel wordt on the rocks gedronken. De echte liefhebber klutst het ei licht op om ervoor te zorgen dat het geel niet tussendoor doodslaat. Dit is een professionele eierscheider. Hij opent precies middendoor en zorgt ervoor dat het wit afstroomt naar beneden en de dooier feilloos op de rand achterblijft. Normaal achter had zullen moeten blijven. Het werd bij jullie een solide partij, maar bij hem niet minder. Ja, ik vond het zo geweldig dat jullie zo hebben laten gaan met die eieren. Jullie krijgen er allemaal een aap bij, kan mij het schelen. Iedereen heeft dit goed. Ja. U hoort het. Verliefd fluiten bij de vogels. Hoe laten vogelmannetjes zien dat ze verliefd zijn? Bij de paradijsvogel, met al zijn toeters en bellen, is dat vrij duidelijk. Een kraaghoen doet een helikopter na. Een verliefde zwarte zwaan danst met zijn geliefde een watervals. Een ongeëvenaard staaltje schoonzwemmen. Verliefde grote sterns walsen op het droge. Beroemd is de paringsdans van de Chinese kraanvogel. Hoewel ze ook wel eens zomaar voor de lol dit soort sprongen maken. In de liefde neemt de stella albatros een afwachtende houding aan. Het zijn hier de vrouwtjes die op zoek gaan naar een man. Als een vrouwtje zich aandient, bekijkt het mannetje haar met een keurende blik. Als hij het ziet zitten, spreidt hij zijn vleugels open. Hij uit zijn diepste gevoelens middels een vrije improvisatie waar Hans Dulver een puntje aan kan zuigen. De stern is uitgebalst en geeft zijn geliefde een cadeau. Ja, dat smaakt. Ook verliefde Japanse aalscholvers kennen het genoegen van het kleine geschenk. Wij mensen geven niets, maar vragen hebberig om elkaars hand. Aalscholverbruidjes krijgen geen huwelijkse voorwaarden onder hun neus geschoven. Nee, ze krijgen geschenken. En dat is toch veel leuker. Geschenken krijgen. De aalscholver, wat biedt die zijn liefje nou om in de gunst te komen? Zijn dat, ik zal je een beetje helpen, zijn dat bloemen? Ik zeg het met bloemen, ook bij de aalscholvers. Of is dat zeewier? Vind ik ook wel lief eruit zien. Of zijn dat steentjes? Of is dat een visje? Dus bloemen, zeewier, steentjes, een visje. Eén van de vier graag groot opschrijven. Dat is puur gokken. Dat is puur gokken. En dat is de laatste gok die je kan doen, Ben. Dat is de laatste vraag. En als je het goed hebt en Astrid niet, kan je nog met haar gelijk komen. Want Astrid gaat op kop op dit moment met drie aapjes. Jawel. En iedereen volgt, alle drie, met twee aapjes. Marga, waarom zeven hier? Ik weet het niet. Ik denk, misschien is het wel een... Eten ze wel geen vis? Is het wel een vegetariër? Een vegetarische aalscholver? Een vegetarische aalscholver. Ze bestaan, ongetwijfeld, in het jeugdjournaal waarschijnlijk. Ben? Het ligt voor de hand, zou je zeggen, dat ze een vis zouden geven. Dus alleen... heb jij daar expres dan niet voor gekozen? Nee. Steentjes lijken me een beetje een harde oplossing. Bloemen lijken me een beetje moeilijk. Meestal is er geen bloemenstal in de buurt. Dus, zeewier of vis. En dan denk ik, ik hoop dat het zeewier is, want drie hebben de zeewier en één vis. En dan zouden ze alle drie gelijk zijn. Ja, dat dus klopt, dat ja. Dan zie je het wel. Dat is inderdaad op de valreep nog even heel erg spannend. Astrid kiest wel voor een vis. Waarom?
Ja, ze worden gebruikt om te vissen, maar ik weet ook niet. Het kan ook zeewier zijn, het is een gok. Voor hetzelfde geld heeft Marga gelijk met haar vegetarische aalscholver. En dan hang je mooi met je visje. Nee, want ze worden gebruikt om te vissen, dat weet ik. Goed, we gaan het kijken. Nogmaals, Astrid staat op kop. Heeft zij het goed, dan wint ze. Heeft ze het niet goed, maar heeft de rest het allemaal goed, want die hebben allemaal zeewier. Dan komen ze allemaal gelijk. Spannend, spannend, spannend. We gaan nu kijken. Om te zorgen dat zijn liefje geen reumatiek krijgt van die koude grond, haalt de aalscholver zachte bosjes zeewier voor haar. Ze hoopte vandaag eigenlijk op oorbellen. Maar zeewier is natuurlijk ook een prachtig cadeau. Zeker met zo'n lieve omhelzing. Ja, ja. Astrid, je had 2000 gulden kunnen winnen. Dat gaat nu niet op, want Ben krijgt er één bij. En Danny krijgt er één bij. Marga krijgt er ook één bij. En dat betekent dat jullie allemaal 3 aapjes hebben staan. 4 winnaars, dat is 500 gulden per goede doel. Nou, dat is toch ook leuk. En allemaal een knuffel. Kijk eens even. Een hond, een aap, nog een hond. En nog een aap. 2x aap, 2x hond. Jullie mogen straks onderling ruilen. Doe de bordjes even weg. Yep. Ben, hartstikke goed. Ja. Gefeliciteerd, 500 piek. Ik hoop dat ze er blij mee zijn in Baren met de dierenambulance. Ze kunnen het ongetwijfeld gebruiken. Dat denk ik ook. Gefeliciteerd, Astrid, jij ook. Wat een leuke. Ja. Een soort tackle is dat. Ja, ik heb er thuis 2. Stoffer en blik. Ja, stoffer en blik. Stoffer en blik. Dat is een hyena. Is dat nou een hyena? Ja, zoals zij hem getekend had, was jij dat. En was ik. Hey, gefeliciteerd, 500 gulden ook voor jouw doel. Leuk. Dat was, welke was jouw doel? Mijn zwengeltjespony. Ja, dus een zwengeltjespony. Danny? Nou, ik hoop dat ze in de Beemster inderdaad ook blij mee zijn. Voor de ezels. Heel goed, straks bij de uitgang ligt er voor jullie allemaal een rauw eitje trouwens. Neem dat mee. Jij ook gefeliciteerd, Marga. Ja. 500 gulden ook voor jou. Voor? Hartstikke. Voor de bevers. Voor de bevers. 4 goede doelen. Allemaal gediend met 500 gulden per goede doel. Daar ben ik altijd blij om. Hartstikke leuk. Dat is een leuke uitzending. Ja, volgende week. Ik hoop dat die volgende week ook weer net zo leuk wordt als deze week. Ja toch? En om dat te weten te komen moet je gewoon weer kijken. Vanzelfsprekend bij de KRO op zaterdagavond. Allemaal weer kijken, hè. Wakko, wakko maar mee. Tot volgende week. Hoi, dag! We'll be right back.